oproer in de Nederlanden. Beeldenstorm in kerken. Vernielingen. Waren de ketters erop uit het katholieke geloof te vernietigen? Koning Philips II was gekwetst in zijn diepste religieuze en politieke gevoelens. Er moest nu opgetreden worden, met geweld. Er is bloed vergoten van onschuldige katholieken. Er is heiligschennis gepleegd. Dat weegt zwaar op mijn ziel. Ik lijd door wat is gebeurd. Alva, u gaat met een leger naar de Nederlanden en u krijgt onbeperkte volmacht de schuldige zonder aanzien des persoons te straffen. Ik zal geen meelij hebben met Gods vijanden, maar mijn plicht doen tegenover God en tegenover u, majesteit. Mijn gezag als koning is getart en de godsdienst besmeurd. Beschouw uw missie als de kruistocht van een katholiek leger tegen de opstandelingen en de ketters. U vervult een goddelijke zending. In augustus 1567 kwam Alva aan in Brussel. Een hoge Spaanse edelman, een veteraan van nu 60 jaar... die koning Philips had gediend in Duitsland, Italië en de Franse oorlogen. Mijn gezag wordt weer overal in de Nederlanden erkend. Katholieken en protestanten, twijfelachtige vrienden en openlijke vijanden... ze liggen aan mijn voeten. Madame. De koning heeft mij volmacht gegeven om iedereen die een rol heeft gespeeld in het oproer naar believen te straffen of te begenadigen. Margaretha kwam in een onmogelijke positie. Alva beperkte zich namelijk niet tot het commando over de troepen van de koning. Hij voerde ook koninklijke bevelen uit. De Nederlanden zijn in staat van oproer verklaard. De rechtbanken wordt verboden recht te spreken over degene die lid zijn geweest van het Verbond van Edelen of betrokken waren bij de opstand. U kunt de rechtbanken dat recht niet ontnemen, dat is onwettig. Er zal een speciale rechtbank worden ingesteld die de Raad van Beroerten zal heten. De koning heeft u dus bekleed met het hoogste militaire en burgerlijk gezag. We hebben hier te maken met een noodtoestand, madame. Ik ben niet van plan mijn dagen te slijten als uw ondergeschikte. Nog diezelfde maand trad Margaretha af en volgde Alva haar op als landvoogd. Een golf van arrestaties ging door de Nederlanden. Onder meer in dit deel van Utrecht werden velen gearresteerd op beschuldiging van het stichten van oproer. Zoals de vrouw die onderdak had geboden aan een predikant van de hervormde religie. Niet alleen het gewone volk, maar ook de hoge adel moest zich bedreigd voelen. Dat bleek in Brussel. De graven Egmond en Hoorn werden beschuldigd van hoogverraad en gearresteerd, hoewel zij de eed van trouw hadden gezworen. Twee leden van het Gulden Vlies, dragers van de hoogste ridderorde, werden gevangen gezet. Excellentie. Ik heb opdracht u in hechtenis te nemen. Namens de koning verzoek ik mij uw zwaard te geven. U moet zich vergissen, kolonel. Ik ben de gast van de hertog van Alva. De hertog heeft persoonlijk mij de opdracht gegeven, excellentie. De schrik zat er direct in. Want wie was er dan nog wel veilig? Willem van Oranje was al voor Alva's komst vertrokken in ballingschap naar zijn stamslot de Dillenburg. Ach, wat ben ik blij dat jullie er zijn. Ik hoorde zulke nare berichten. Mama, dit is Anna. Ik hoop dat je het hier naar je zin zult hebben. Ik ook.
Jan van Nassau, regerend graaf van Nassau-Dillenburg. Ten voeten uit. En als het nodig is, zul je mijn ijzeren hand voelen. Somber gestemd over de situatie in de Nederlanden, schreef Oranje aan een van de Duitse vorsten: het is met deze landen gedaan. Er zal een jammerlijk bloedbad volgen en vele duizenden vrome christenen zullen jammerlijk om het leven worden gebracht. Als de almachtige God het niet verhoede en als de Duitse vorsten deze landen niet van zulke ellende redden. Oranje was op tijd ontkomen. Ook vele anderen hadden het land bij tijd verlaten. Zo'n 9000 Nederlanders werden voor de speciale rechtbank gedaagd. De Raad van Beroerten. De leden waren voornamelijk Nederlanders, maar hun vonnissen waren niet minder streng. Honderden keren klonk het naar de galg of naar de brandstapel. Reden waarom het volk al snel sprak van de bloedraad. Verzet tegen de maatregelen van Alva was alleen mogelijk vanuit het buitenland. De gevluchte geuzen die hun toevlucht hadden genomen op het water en leefden van kaperij wilden iets doen, zodat ze terug konden keren. Veel bannelingen waren naar Engeland en het Duitse Rijk gegaan. Op de Dillenburg nam Willem van Oranje de leiding op zich van de komende strijd. We moeten met alle middelen die we hebben nu troepen werven en vechten. Ook al zijn we niet zo sterk als de legers van Alva. Eindelijk, zo mag ik het horen. Oranje werd de centrale figuur van de duizenden ballingen. En als protestant riep hij de hulp in van zijn medegeloofsballingen, meest Calvinisten. Ook zocht hij contact met de invloedrijke groep protestanten aan het Franse Hof, de Hugenoten. Als prins van Oranje was hij een soevereine vorst en in die positie was hij gerechtigd een oorlog te beginnen tegen vijanden. Oranje had de steun nodig van andere vorsten en vooral geld om soldaten te werven en wapens aan te kopen. Oranje's familie bracht het meeste geld bijeen, ongeveer 1,25 miljoen guldens. De Duitse vorsten en uitgeweken Nederlandse edelen stelden 250.000 ter beschikking. De bijdrage uit de Nederlanden was 12.500 gulden. Een aanvalsplan werd bedacht. Van twee kanten zouden de Nederlanden worden benaderd. In het noorden, dat was nauwelijks bezet en het zou Alva verleiden Brussel te verlaten, en in het zuiden. Lodewijk van Nassau, de broer van Oranje, trok het eerst op. Zijn leger bezette Oost-Groningen. Zijn jongere broer Adolf kwam met een afdeling ruiters te hulp. Hier, in de buurt van Heiligerlee, liggen de troepen van Lodewijk van Nassau. Het is natuurlijk de bedoeling om de monding van de Eems in handen te krijgen om zodoende uit zee bevoorraad te kunnen worden. Hier zit Oranje, die kennelijk door wil stoten naar Brussel. Na overleg met zijn commandanten kreeg de stadhouder van de noordelijke gewesten, Arenberg, van Alva opdracht de oranje troepen te verjagen. Ik wil de commandanten er verder nog op wijzen dat we hier te maken hebben met rebellen. Niet met soldaten. Er worden dus geen krijgsgevangenen gemaakt. Iedereen die in onze handen... Lodewijk besloot de strijd te wagen. Het gevecht vond plaats bij het klooster Heiligerlee. Stadhouder Arenberg ging tot de aanval over, hoewel zijn troepen vermoeid waren door de lange mars. Het geuzenleger deed de tegenaanval. Het Spaanse en Duitse voetvolk sloeg spoedig op de vlucht. Spaanse ruiters deden nog een aanval waarbij Adolf van Nassau werd ingesloten en na hevige strijd gedood. Zijn ruiters behaalden de overwinning. Vijandelijke kanonnen werden buitgemaakt. Het hele Spaanse leger sloeg nu op de vlucht. De troepen werden ingehaald en afgemaakt of verdronken in de moerassen. Heiligerlee was een militair succes. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Heeft de koerier slecht nieuws gebracht? De troepen van Lodewijk hebben gevochten bij Heiligerlee. Ze hebben de Spanjaarden verslagen. Oh, maar dat is toch schitterend. Onze Adolf is gesneuveld. Bijsterend bericht. Het is ongeloof. Het leger van de Hugenoten is verslagen. Wat? Hoe is er in hemelsnaam mogelijk? Er is nauwelijks slag geleverd. Ik denk dat de Franse koning het riskant vond dat zijn onderdanen openlijk bij een opstand betrokken raakten. Hij heeft zijn troepen erachteraan gestuurd en ze hebben die ketters tot de laatste man afgemaakt.
Wel nu, uit het zuiden hebben we niets meer te vrezen. Wij kunnen ons nu volledig concentreren op het noorden. En het eerst komt Lodewijk aan de beurt. Lodewijk trok verder en bezette Oost-Groningen. Alva besloot nu zelf naar het noorden te gaan, maar dan moest het wel rustig blijven in het zuiden. En daarom nam Alva maatregelen. Om de rebellen te laten zien dat het ons ernst is, moeten we een afschrikwekkend voorbeeld stellen. Egmond en Horn werden uit de gevangenis gehaald. Op de grote markt van Brussel stroomde het publiek samen voor een spectaculaire terechtstelling. Egmond en Horn werden met enkele andere edelen onthoofd als afschrikwekkend voorbeeld. In heel de Nederlanden treurde men over hun dood. In het noorden wachtte Lodewijk de komst van Alva niet af. Hij trok met zijn leger snel terug naar Oost-Friesland en sloeg zijn kamp op bij Jemmingen. Daar werd uiteindelijk slag geleverd tussen Alva's troepen en die van Lodewijk. Eigenlijk was het één grote vlucht van de geuzen. Ze hadden te weinig schepen om de Eems over te steken, velen verdronken. Lodewijks leger werd vernietigd. Zelf kon hij zich ternauwernood in veiligheid brengen. Nu pas was ook Willem van Oranje in actie gekomen. Oranje trok op richting Maas met een voor die tijd indrukwekkend leger van 14.000 man Duits voetvolk, 8.000 Duitse ruiters en 4.000 man Waalse infanterie. De rivier werd overgetrokken en de legermacht trok in de richting van Brabant. Daar volgde de grote teleurstelling. Geen stad opende de poorten. En Alva, wat deed hij? Alva beval de voedingsgewassen die op het veld stonden binnen de stadsmuren te brengen. Met zijn leger blokkeerde hij de weg naar Brussel. Alva leverde geen slag, bewust niet. Geldgebrek zou Oranje vanzelf doen ophouden. De helft van mijn soldaten is al gedeserteerd. Het zou zelfmoord zijn. Nee, Lodewijk, als er geen wonder gebeurt, zal ik de strijd moeten opgeven. En dat allemaal door dat stomme geld. Zoals de zaken nu staan, dringt het niet op die eigenwijze kaaskoppen door dat er een zwarte nacht over de Nederlanden zal vallen. Als ze niet bereid zijn te betalen en te vechten voor hun vrijheid. Alva's verwachting kwam inderdaad uit. De prins gaf in de herfst zijn poging op en trok met zijn troepen roemloos en met grote schulden terug. Granvelle, de kardinaal die nu in Rome woonde, verklaarde: Oranje is een dood man. En Alva liet voor eigen eer en glorie in Antwerpen een standbeeld van zichzelf oprichten, gegoten uit het brons van de veroverde kanonnen. Zijn succes was de basis voor het gezag van koning Philips. Het werd tijd, meende de koning, dat het bestuur over de Nederlanden niet langer Spaans geld kostte, dat het zichzelf kon bedruipen. In een brief aan Alva schreef de koning: het is meer dan noodzakelijk te zorgen voor vastgestelde en permanente inkomsten uit elk van de provincies ten behoeve van hun eigen onderhoud en verdediging. Aangezien het duidelijk is dat het geld hiervoor niet vanuit Spanje kan, nog zal blijven komen. Vaste en centraal opgelegde belastingen moesten daarvoor zorgen. Dat zou de koning in financieel opzicht onafhankelijk maken van de staten. Hij wenste niet langer als een bedelaar bij de staten aan te kloppen, telkens als hij geld nodig had. Door daarin toe te stemmen, zouden de staten zichzelf dus monddood maken. Voorjaar 1569. De Nederlanden waren midden in een economische malaise. Op dit ongelukkige moment legde Alva het belastingplan voor aan de Staten-Generaal, die in Brussel bijeen werden geroepen. Het belastingplan hield in:
Allereerst zou een 100ste penning worden geheven. 1% op alle bezit, een soort vermogensbelasting. Omdat deze belasting maar voor 1 keer was bedoeld, was dit eigenlijk nog een soort bede. De 10de penning. 10% van het verkoopbedrag bij roerende goederen. En de 20ste penning. 5% van het verkoopbedrag van onroerende goederen, zoals landerijen en gebouwen. In de 100ste penning stemden de staten toe. Groot verzet rees tegen de andere twee. Alva ging na lang beraad uiteindelijk akkoord met een afkoopsom van 2 miljoen pond per jaar. Het verzet tegen de penningen, de nieuwe belastingen en de haat tegen de hertog van Alva groeiden begin jaren 70 voortdurend. In Gent lagen de straten bezaaid met pamfletten tegen Alva. De prins van Oranje besloot zijn voordeel te doen met de algemene onvrede. De tijd was daar nu rijp voor. Er werden plannen gemaakt voor een nieuwe veldtocht. De opzet leek op die van 1568. Lodewijk van Nassau zou de zuidelijke Nederlanden binnenvallen en 1 of meer steden bezetten. De watergeuzen zouden al hun schepen tot een grote vloot formeren en hetzelfde proberen met havensteden langs de kust. Prins Willem van Oranje zou vanuit het Duitse Rijk een inval doen. Alva zou moeilijk kunnen kiezen tegen wie hij zich het eerst zou keren. Op de Dillenburg werden de plannen besproken. Maar hebben ze wapens? Die hebben de watergeuzen gekaapt en later binnengesmokkeld. U 3 kleuren wappert op onze schepen. Iedereen weet dat de watergeuzen in de buurt zijn om te helpen als nodig is. Toch blijft het jammer dat de watergeuzen overal zo'n spoor van dood en verderf achterlaten. U heeft als vorst van Prinsdom Oranje toch zelf een kaperbrief gegeven. Het is oorlog, Willem. Geen riddertoernooi. Oog omhoog, tand om tand. Als de geuzen worden gepakt, worden ze gevierendeeld, een klotel afgesneden en een oognet gestoken. Is het dan vreemd dat ze de vijand de hals afsnijden? Probeer van die troep wolf in ieder geval een gevechtseenheid te maken waar we van op aan kunnen. Ik zal mijn best doen. Maar verwacht geen wonderen. De watergeuzen leefden van de kaapvaart in het kanaal. Regelmatig kwamen zij in Engelse havens. Begin 1572 wilde koningin Elisabeth hen niet meer toelaten. Op zoek naar andere toevluchtshavens koersten zij richting Holland. De storm dreef hen echter meer naar het zuiden. Bij Brielle lieten de schepen hun ankers vallen. Admiraal in mij! Admiraal, moet u het vertellen? Wie ben jij, man? Koppelstok, de veerman van den Briel. We zijn hierheen gevaren om aan de weet te komen of je ons kon bevrijden. Nee, man. We werden door een storm gedwongen hier dekking te zoeken. Denk je soms dat ik met een handjevol geus naar land ga? Dat is zelfmoord. Nee, uw genade. Kunt u rustig doen. Wil je me soms in de val lokken? Ik laat je opknopen aan de hoogste mast. Er zijn geen Spanjolen meer in Den Briel, uw genade. Als je me beduvelt, laat ik je kiel halen. Ze zijn weggeroepen. Als we de sluizen openzetten, loopt de toegangsweg onder water. En dan kunnen ze de stad niet meer in. Doe maar. Alle donders. Dat dacht ik ook, uw genade. Beste man, zeg tegen zijn de Brien, in naam van Oranje doe open de poort. Kan je dat onthouden? In naam van Oranje doe open de poort. Stap als de weerlicht in je boot en opgedonderd. We komen achter je aan. Alle hands aan dek! Het plan kwam op om van het stadsbestuur te eisen dat het zich overgaf. Koppelstok werd gevraagd deze eis over te brengen. De stad moest zich aan de kant van de prins van Oranje verklaren. De magistraat had 2 uur bedenktijd. De 2 uren bedenktijd gingen voorbij. Geen boodschap uit de stad. Een deel van de geuzen ging aan land. Tegen de avond besloten zij door te zetten en de poort met geweld te openen. Roof en plundering waren het volgende. Kloosters en kerken waren vooral het doelwit. Daarna wilde Lumey weer wegvaren. De stad behouden, strijd leveren tegen de Spaanse troepen zou niet mogelijk zijn, meende hij. Treslong en andere geuzenleiders wilden doorzetten. Ze moesten blijven, de stad als bruggenhoofd gaan gebruiken en de Spaanse aanval afwachten. De kanonnen werden van de schepen gehaald en op de muren gereed gemaakt. De Briel ingenomen. Maar is niets.
De inname van Den Briel was een complete verrassing. Ook voor Willem van Oranje. Wat moest hij met Den Briel? Het plan was de Spanjaarden van verschillende kanten en vooral tegelijkertijd aan te vallen. De watergeuzen waren te vroeg. Er kwam nu een geheel nieuwe wending aan het aanvalsplan. Vlissingen verklaarde zich na Den Briel ook voor de prins. De Vlissingse vissers hielden de stadspoorten gesloten voor Spaanse garnizoenen. Tegen de zin van het stadsbestuur. In Enkhuizen gebeurde hetzelfde. Prinsgezinde burgers maakten zich meester van de macht en zetten het stadsbestuur gevangen. Een nieuwe magistraat werd door de binnengelaten geuzen geïnstalleerd. Met deze drie steden beheersten de geuzen en dus Oranje de Zuiderzee, de Maas en de Schelde. Daar stond tegenover dat in Haarlem, Amsterdam, Leiden, Gouda en Dordrecht geld werd ingezameld om de geuzen te bestrijden. Voor koning Philips kwam de opstand in de Nederlanden uiterst ongelegen. De Turken waren in het westelijk deel van de Middellandse Zee bezig aan een nieuw offensief. Intussen was Lodewijk van Nassau snel begonnen aan zijn deel van het aanvalsplan. Met een legertje geuzen en Franse hugenoten viel hij vanuit Frankrijk de zuidelijke Nederlanden binnen en verraste de stad Bergen. Alva gaf opdracht dat alle Spaanse legers uit de noordelijke gewesten naar het zuiden trokken om Bergen te belegeren en de Franse grens te bewaken. Grote mogelijkheden voor de geuzen in het noorden. Die dwongen nu heel wat stadsbesturen in Holland en Zeeland zich bij hen aan te sluiten. Haarlem, Alkmaar, Leiden, Delft, Gouda, Dordrecht en Rotterdam openden de poort voor de geuzen. Oranje bereidde zich voor op de aanval. Hij verwachtte nu geld van de Nederlanders. Dordrecht waagde het erop en nam het initiatief voor een statenvergadering van Holland in dit vroegere klooster. Spaanse troepen lagen dichtbij, maar uit 12 Hollandse, nu van Spanje afvallige steden kwamen ze in juli 1572 bijeen in deze zaal. Burgemeesters en vroedschapsleden bespraken hier wat hen te doen stond. Staten van Holland noemden zij zich. Een revolutionaire daad, zo'n vrije statenvergadering. Alleen koning Philips in zijn hoedanigheid van graaf van Holland kon immers de staten bijeenroepen. In de notulen van de vergadering werd vastgelegd dat de meeste Hollandse steden Willem van Oranje weer erkenden als stadhouder. Oranje werd dus aanvoerder van het leger en het bestuur van de opstandelingen. Willem, de Staten van Holland hebben je weer als stadhouder erkend en ze hebben een bedrag uitgetrokken van 100.000 florijnen. En niet minder belangrijk was hun toezegging dat de soldij aan de troepen van de prins de eerste 3 maanden zou worden uitbetaald. De prins trok nu de Nederlanden binnen vanuit Duitsland op weg naar Bergen. Maar waar bleef het Franse leger dat de hugenoten hadden beloofd? De oorzaak lag in Parijs. Koning Philips werd op de hoogte gebracht. En? Is er weer een of andere ramp gebeurd? Ik mag wel zeggen het tegendeel, sire. Wel? Zoals u weet ging de zoon van de koning van Frankrijk trouwen. Voor deze bruiloft waren zo'n 20.000 hugenoten samengekomen in Parijs. Ze zijn door de troepen van de koning in de nacht van Sint Bartholomeus bij duizenden onverhoeds afgeslacht. De toren van God heeft die ketters getroffen. Onze gezant meldt dat het een waar bloedbad was. Het water in de goten werd rood gekleurd. De Sint Bartholomeusnacht. Het is waard die ieder jaar daar denken. Oranje staat nu helemaal alleen. Zonder protestantse Franse steun moest Oranje nu de strijd voortzetten. Oranje trok op richting Bergen om zijn belegerde broer te hulp te komen. Zijn aanvallen op de belegeraars mislukten echter. Lodewijk begreep dat hulp niet meer zou komen en gaf zich over. Alva gunde Lodewijks mannen vrije aftocht. Oranje wilde de strijd ondanks de tegenslagen volhouden. Hij besloot niet terug te keren naar Duitsland, maar zijn toevlucht te zoeken in de opstandige gewesten Holland en Zeeland.
hoe somber de vooruitzichten ook lijken. Zijn we op het grondgebied van de Nederlanden. 3 jaar geleden moest ik vluchten naar een smadelijke nederlaag. Het is nu de overwinning of de dood. Ik zal hier hoe dan ook mijn graf vinden. De opstand in de Nederlanden in de 16e eeuw werd de gevreesde hertog van Alva naar ons land gestuurd. Maar zijn optreden leidde feitelijk tot uitbreiding van de opstand in de Nederlanden.